Brugge speelt erg hoog. Izquierdo. Bijna met zijn tienen in de grote baklijn bij Westerlo. Maar de bal komt toch bij Izquierdo. En het is een doelpunt. 1-0 voor Club Brugge. 15e minuut. En Jan Breidel mag met de White Stripes meezingen. Met heel veel volk staan ze daar bij Westerlo. Maar die simpele 1-2 met Izquierdo in de 15e minuut zorgt er wel voor dat de Colombiaan zijn derde doelpunt van het seizoen kan binnenduwen. Van Aken. Sterk. Krijgt terecht een open doekje. En die bal van Claudio Mir naar Diaby is op maat. Diaby. En dit is dan wel zijn 12e doelpunt van het seizoen. Evenveel als hij vorig seizoen heeft gescoord met Nusgroen. En komt nu naast Gunongbe aan de leiding in de topschutterstand. Lekkere bal van Claudimir in de 36e minuut. En dan Diaby. Dan kan rustig wachten. Kijken waar het gaat Van Langendonk doen. En dan legt hij de bal er droog naast. En zo 3-0 voor Club Brugge. En dat is niet meer dan verdiend. Van Aken draait zich goed vrij. Claudimir meteen doorspelen. Geen buitenspel. Jelle Vossen. Heel erg mooi gedaan. Jelle Vossen. Heel erg mooi in de draai meegenomen. En meteen plaatsen. Zijn 10e van het seizoen. Toch ook al. En wat Wesley niet kon vandaag. Kan Jelle Vossen wel. En zo is het toch. Op een drafje 3-0. Nou, knap van Claudimir. Ruimte bij Izquierdo. We gaan wel rusten bij 1-0. Vormer. Van Aken, dat is mooi gevoetbald. En nu snel voor Izquierdo. 1-op-1 tegen Koosmans die uitglijdt. Kieler Izquierdo, die maakt dat af natuurlijk. En zo in de 49e minuut. 2-0 voor Club Brugge. Dit is prima gespeeld hoor. Snel Van Aken naar Claudimir. Geen buitenspel van Izquierdo. En dat ziet u op dit beeld niet. Maar Kozemans is dan recht gekrabbeld nadat hij was uitgegleden. En zo krijgt Izquierdo nog meer tijd. En die bedankt dan met een doelpunt. Maar tempo is voor het eerst in, laten we zeggen, 18 minuten weer wat gezakt. Nu wel de verre wal op Vossen. Geen buitenspel. 1-op-1 met Kozemans. Jelle Vossen, jawel. En een doelpunt. Hier die lange bal van Claudimir. En dan exact op het juiste moment vertrokken door Jelle Vossen. En die komt 1-op-1 met Kozemans. En zo is het zijn derde doelpunt van de avond. En 4-1 voor Club Brugge. Wordt het hier zo gek als Dortmund tegen Legia Warschau. En de Bok. De Bok is Izquierdo. Hier komt hij misschien voor het eerst. José en dan Van Aken. De eerste actie van José Izquierdo, klaargelegd voor Van Aken. En pakweg een minuut of drie na dat doelpunt van Aken staat het alweer gelijk. Van efficiëntie gesproken. Eerste kans Club Brugge, meteen een doelpunt. Goed samenspel en goed gezien van Thomas Meunier met Saïef als verdediger. Claudemier. Claudemier nog. Ingespeeld voor Van Aken. Claudemir. De Bok. Van Aken. Een goede bal tot bij Claudemir en dan Diaby. Maar buitenspel. De vlag meteen de hoogte in. Claudemir. Een goede bal tot bij Duur Dirks. Daar komt de voorzet. Maar een misser van de foul. Dat geldt in geen echte spits natuurlijk, David die foul, maar dit is eigenlijk niet te missen. Een gala-wedstrijd alsnog de overwinning binnen te halen. Claudemir van Aken blijft aan de bal. En dan de Bok! En die schuift hem binnen! Been remarkably good at right back. His Kiera's flick on was lacking in conviction. But De Suter following up. Koopman en Izquierdo.
And a chance here! And it's there! And Cloudemire arriving late! And nobody tracked the run! And 2 goals in 11 minutes have brought Club Brugge right back into this. What an important goal that might be in the championship race. Hein van Heijzenbroek's side, whose first half was quite outstanding, will be really upset that his team have allowed Club Brugge back into this game. With his first goal of the season, what a time to get it. Watch him arriving late from the left of your picture. Izquierdo first involved. And the pullback to Cloudemire, who arrived at pace with nobody tracking his run. And the free header gets past Matt Sells from all of 10 yards. And it's all tied up here in the Galamco. It's Gent 2, Club Brugge 2. And these two championship contenders have produced a magnificent festival. Breidelstadion. En de kopbal, goal van Cloudemire, die een bijzonder nuttige wedstrijd speelt op het middenveld. Cloudemire, Werkmier, heel goede vrije trap van Vormer. Alhoewel Cloudemire even terug moest, maar hij kon die bal met het hoofd net op de goede manier liften, zodat hij neerviel bij de verste paal. 5-1. Van Aken, Geddos, meteen goed gespeeld naar Vossen. Diaby is voor doel, daar gaat hij naartoe. Oh, wat een kans. En nog niet gedaan, Cloudemire. En dat is buitenspel. Nee, geen buitenspel en dus een doelpunt. 0-1 voor Club Brugge. Halfweg de eerste helft. In een zeer evenwichtige wedstrijd. Misschien licht voordeel voor Blauw-Zwart, maar zeker niet veel. En dan toch de voorsprong dankzij Abdoulaye Diaby. 23e minuut, Van Aken, Geddos heel erg snel. En dan Vossen weet dat Diaby daar is. Die mist hier nog, maar dan Cloudemire. En dan is het geen buitenspel, omdat Apau op de achterlijn ligt. En zo dus 0-1. Ja, nu je het hier zo ziet, lijkt het toch of dat Diaby achter Van Langendonk ligt. Moeilijk te zien in ieder geval. Ah, die is te laag en kan weggewerkt worden door Apau. Ah, Geddos probeert het toch en Cloudemire raakt de bal nog tegen de lat. En in herneming is het wel raak. 0-2 dankzij de Braziliaan. Vreugde bij Blauw-Zwart. Want 0-2 voor in een uitwedstrijd. De 33e minuut. Apau krijgt die bal niet ver genoeg weg. En dan probeert Geddos het met een alles of niets poging. En heeft Cloudemire 2 pogingen nodig. Maar uiteindelijk duwt hij de bal wel voorbij Koen van Langendonk. Club Brugge speelt iets beter na de rust en kan op het uur gelijk maken via de Sutter. Prima paas via Cloudemire, 1-1. En dat is meteen ook de eindstand. Diaby. Cloudemire Meunier naar binnen gekomen. Geddos gaat naar buiten. Hier is Diaby. En Geddos. En die gaat knallen. Dan zou ernaast gaan. Cloudemire, die kan ook schieten. Maar die isoleert Vossen. Naast. In de 28e minuut. Cloudemire Vossen. Geen buitenspel. Los naast het doel van Rudy Riou. Cloudemire. Door met de hulp van Geddos. Hier is Meunier. En daar is Diaby. Dit leek toch vanzelf te gaan. En daar moet je dan als publiek 40 minuten geduld voor hebben. Die van vorige week kreeg hij niet. Die werd gecatalogiseerd als een own goal van Proto. Maar deze heeft hij wel te pakken. Abdoulaye Diaby met zijn zesde van het seizoen. Brugge op 1-0. Een kleine 5 minuten voor de rust. De assist is van Thomas Meunier. Cloudemire. Uiteindelijk bij de bal. Die komt bij Van Aken. Die naar invaller Victor Vasquez. En dat is een goede
kopkans gemist door Laurens de Bok. Duidelijk geen specialist, maar wat een gemeten paas. Daarvoor is dat woord uitgevonden van Victor Vázquez. Simons op Diaby. Ivan Leuven op zoek naar dat doelpunt en daardoor nogal wat volk uit positie. Diaby maakt de 2-0. Dus die reeks van 6-7 is weg. Dit zijn er twee in één wedstrijd. Leuven had begrepen dat het wat moest doen. Jacky Matthijssen probeerde het met wat wissels in de offensieve zone. Dat is een flauwe bal hoor, die van Heilen. Claudemir voor de neus van Tielemans. Diaby puntert de bal in het zijnet. En voor Brugge aan de goede kant. Dit is niks. Dit is een weggever. En dan profiteert Claudemir. En dan doet Diaby het van voor de competitie aan 15. Tielemans kon het niet meer redden. Claudemir legde klaar. En de killer is Diaby. Al twee keer. Anderlecht was een figurant hier vanmiddag. In de kampioenenmatch wint Brugge. Sting van de Brugse Vulkaan. Die 11 jaar heeft drooggestaan. Nu officieel gekroond als kampioen van de jaargang 2015-2016. Simons. De botsende bal naar Thibaut Peyre, maar is hem wel kwijt aan Vossen. Claudemir neemt over, kan hem meegeven naar Izquierdo. Voor doel zowel Vormer als Vossen. Maar het is uiteindelijk het tweede doelpunt van de avond van José Izquierdo. Goed van Jelle Vossen. En dan komt de bal bij Izquierdo. Hij kan de bal naar de tweede paal spelen, naar een van zijn ploegmakkers. Maar hij verkiest eigen succes en doet dat goed. En zo 0-2 voor Club Brugge. Vossen niet bereikt, maar op die manier kan Izquierdo de bal wel rustig oppakken. Vossen draait goed weg en schiet hem weer naast. Ietsje te overhaast, had iets meer ruimte dan hij zelf dacht. Het is alweer voor Ruud Vormer. Opnieuw wegdraaiende bal. Claudemir kopt hem naar Vossen en deze keer is het wel raak. En dan is er appel voor buitenspel. Maar niet gevlacht en niet gefloten. En dus is dit het 100ste doelpunt in de Jupiler Pro League van Jelle Vossen. Brede grijns bij Jelle Vossen na die hoekschop. Eerst nog verlengd door Stojanovic, maar Claudemir die kopt hem weer goed. En dan is daar Jelle Vossen op de goede plek. In de draai en binnen. Overklast Club Brugge Stonaar. Hier bijvoorbeeld met de perfecte tegenaanval. Anderlecht was een figurant hier vanmiddag. In de kampioenenmatch wint Brugge. Sting van de Brugse Vulkaan. Die 11 jaar heeft drooggestaan. Nu officieel gekroond als kampioen van de jaargang 2015-2016. Simons. De botsende bal naar Thibaut Peyre, maar is hem wel kwijt aan Vossen. Claudemir neemt over, kan hem meegeven naar Izquierdo. Voor doel zowel Vormer als Vossen. Maar het is uiteindelijk het tweede doelpunt van de avond van José Izquierdo. Goed van Jelle Vossen. En dan komt de bal bij Izquierdo. Hij kan de bal naar de tweede paal spelen, naar een van zijn ploegmakkers. Maar hij verkiest eigen succes en doet dat goed. En zo 0-2 voor Club Brugge. Vossen niet bereikt, maar op die manier kan Izquierdo de bal wel rustig oppakken. Vossen draait goed weg en schiet hem weer naast. Ietsje te overhaast, had iets meer ruimte dan hij zelf dacht. Het is alweer voor Ruud Vormer, opnieuw wegdraaiende bal. Claudemir kopt hem naar Vossen en deze keer is het wel raak. En dan is er appel voor buitenspel, maar niet gevlacht en niet gefloten. En dus is dit het 100ste doelpunt in de Jupiler Pro League van Jelle Vossen. Brede grijns bij Jelle Vossen na die hoekschop. Eerst nog verlengd door Stojanovic, maar Claudemir die kopt hem weer goed. En dan is daar Jelle Vossen op de goede plek. In de draai en binnen.
meer over Klas Club Brugge Stonaar. Hier bijvoorbeeld met de perfecte tegenaanval. Izquierdo op snelheid. Daar is Lana Zikker naartoe. Izquierdo is er voorbij. Nog steeds Izquierdo!